Jochem Twisker, vandaag over de knie van Hardenberg. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Een beetje met twee gezichten. Hè? Ik denk bij de eerste helft dat het vrij gelijkwaardig was. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet de indruk had dat HC overliep van ambitie. Maar goed, wat ik al zeg, het was gelijkwaardig. Aan beide kanten niet heel veel kansen. Ja, en als, zoals zo vaak dit jaar, vlak voor rust, een moment van onachtzaamheid. Waarmee we nog kunnen discussiëren of die bal over de zijlijn was of niet. Maar goed, dan hoeft hij er nog niet in. Ja, dat is vlak voor rust weer een tik die we om ons oren krijgen. Dat is niet voor het eerst. En de tweede helft, ja, probeer het dan wat aanvallender of wat hoger druk te geven. En dat zag je denk ik ook aan het begin van de tweede helft. Zonder dat daar ook al te veel uit voortkwam. Maar goed, dan valt een 2-0 waarin we achteruit lopen en volgens mij was het Sargon uitnodigen om hem erin te schieten. Ja, dan zie je dat het helemaal van ons afloopt en dan worden we helemaal zoek gespeeld. Hoe ontstaat dat contrast tussen die eerste en tweede helft? Ja, door die goal denk ik vlak voor rust en een na rust een 2-0 de kort achteraan. Dat kan het elftal op dit moment niet opbrengen om daar nog mee om te gaan. Natuurlijk, ze proberen het wel en je ziet af en toe nog een aanzetten, maar de ruimtes worden zo groot. Ja, dat speelde HC heel makkelijk uit, dus we hadden nog wel een paar goals bij gekund. Dus ja, je ziet het, we beginnen vol overgave aan een wedstrijd. Alleen ja, als het tegen zit, dan hebben we moeite om het nog op te brengen. Het mooie vind ik wel, is dat jullie altijd gewoon offensief blijven proberen. Hè? Altijd blijven voetballen. Ja, dat is denk ik ook het enige waar we nog resultaat uit kunnen halen. Maar het moet, we moeten ook een beetje geluk hebben dat we een keer aan onze zijde hebben. Hè. In de eerste helft hadden hier aan de overkant een bal die op een hand komt. Ik heb het van zover niet kunnen zien, maar ik hoor het van iedereen. Ja, dan moet hij een keer op de stip en dan kom je een keer op voorsprong. Ja, en dan bij een HSC, wat het volgens mij vooraf wel een beetje geloofde hier. Ja, dan moet ik het nog zien. Maar dat is allemaal als. Voorlopig staan we worden weer met 5-0 weggeveegd. Dus dat zijn momenten. En, zit het een keer mee, dan heb je een mogelijkheid dat je in zo'n wedstrijd komt. Maar het is wel erg weinig. Sommige mensen hier aan de kant zeiden, ik mis een beetje de strijdlust. Komt dat omdat jouw ploeg op is? Nou, ik vind dat we de eerste helft wel strijdlust getoond hebben. Alleen, ja, wat ik net al zei, als het tegen zit, dan loopt de lucht er wel snel uit. En dan begint iedereen in één keer van alles te voelen. En, dat was wel zichtbaar, ja. Ik had ook een beetje het idee dat die frustratie naarmate de wedstrijd vorderde ook opspeelde. Onder andere die rode kaart misschien wel als voorbeeld. Ja, maar ik wil die beelden nog wel zien. Want in mijn ogen raakt Kevin totaal die speler niet. En je ziet die bal ook weg. Ik denk dat hij wel gestrekt erin gaat, dat geloof ik wel. Maar hij speelt de bal. Dus of dat nou wel überhaupt al rood was, dat vraag ik mij af. Dus laat ik de beelden eerst maar bekijken. Maar ik had niet het gevoel dat nou zo'n daad van frustratie was. Penalty situaties, hands of niet? Ja, die in de eerste helft bedoel je. Ja, ik kan dat van 70 meter niet zien, maar ik hoor van iedereen dat hij op de hand was. Zeg het maar, ik weet niet, de beelden. Was het een andere wedstrijd geworden als die 1-1 erin had gezet? Nou, volgens mij was het nog 0-0 toen. Maar als wij 1-0 voorkomen, dan denk ik wel dat het een andere wedstrijd wordt. Ja, hè? Wat ik al zei, omdat HSC om niks meer speelt, hè? Dankzij de tweede divisie. Dan moet ik maar zien dat zij dat op kunnen brengen. En dan zullen wij wat makkelijker gaan voetballen. Het blijft een alles verhaal. Hoe kijk je nu naar de ranglijst? Hoe kijk je naar onder? Ja, naar onder hoeven we niet meer zo ver te kijken. We staan maar één ploeg. Maar het gat is 4 punten. En er zijn er volgens mij met nog 6 wedstrijden nog 18 te verdelen. Dus het eerste doel is een na-competitieplek. En daar zullen we nog alles aan doen. Maar het moet wel snel gaan gebeuren. Want, je ziet wel dat we binnen wedstrijden steeds meer moeite krijgen om het op te brengen. En die schorsingen van vorige week en deze week helpen ook niet echt mee? Nee, dat geeft weer wat minder keuze. En goed. Ook vorige week, ik heb de beelden nagekeken, maar wat er nou daadwerkelijk gebeurt, dat weet ik niet. Het valt allemaal wel mee volgens mij, maar ik vond trouwens vorige week die scheidsrechter prima leiden. Maar rood wordt makkelijk gegeven, heb ik het idee. Denk je dat jullie gaan halen die na-competitie dan? Tuurlijk,